Welkom bij buurtpreventie Laan en Dijken. Ons buurtpreventieteam gaat wekelijks op pad om de boel te controleren en onze wijken leefbaar en gezellig te houden. Op onze rondes door de wijk signaleren en melden wij de zaken op het gebied van orde, veiligheid en de inrichting van onze openbare ruimte. Dit gaan we samen doen met de gemeente en de politie. Iedere vrijwilliger kan zelf aangeven hoe vaak de frequentie wil lopen. De gesignaleerde punten worden gelijk doorgegeven aan de desbetreffende instantie, zoals de gemeentelijke contactcentrum, een woningcorporatie of de wegbeheerder. Deze lantaarnpaal is gemeld door de BBT. Die is erkend bij de gemeente en bekend. En daardoor hebben zij een plakker erop geplakt. Waardoor het nu duidelijk is voor iedereen dat er een melding van gemaakt is. Wat doet u, meneer? U maakt een foto van... Ik ga het nu melden. Dat doe ik middels een foto. Locatie doorgeven. Aangeven wat het probleem is. Omschrijving erbij en dan zend ik het door naar de gemeente. En als het goed is, wordt het morgen opgeruimd? Of? Nou, dat kan nog wel eens verschillen. Maar het is in ieder geval belangrijk dat we het weten. En we weten ook waar het is, zodat het zo snel mogelijk opgepakt kan worden. De te melden zaken die tijdens de rondes gesignaleerd zijn, worden na afloop in een meldformulier of per telefoon ingevuld. Deze laatste mogelijkheid wordt medegebruikt door het gebruik van de iPhones. Deze worden gelijk doorgegeven aan de betreffende instantie, zoals de gemeentelijke contactcentrum, een woningcorporatie of de wegbeheerder. Zelfs de lantaarnpalen worden vaak gemeld, maar ook snel gerepareerd. Nummer 39. Oké. Ja. Op de Twee pallets, meneer, waarom gaat u die ook melden? Is dat gevaarlijk? Nee, dat is brandbaar materiaal en kan morgen dan worden opgeknepen voor de gemeente. Ja. Is dat speciale aandacht omdat het bijna oud en nieuw is? Of, ja, dat is gevraagd door de politie, door het bureau, om daar wat extra aandacht aan te geven. Okay. Dat doen we dan bij deze kleine moeite groot plezier. Ziet er nou ook een stroomkabel onderuit komen of niet? Dit is er niet aan. Duidelijk gevalletje van nog niet af. Moet deze lantaarnpaal ook gemeld worden, meneer? Deze gaan wij zeker melden, ja. Staat er ook een nummer op? Hij heeft nog geen nummer. De lanen en dijken zijn prettige wijken. Door opkomende problemen op tijd te signaleren kunnen wij dat zo houden. In samenspraak met de gemeente en de politie houden we onze wijken leefbaar en prettig bewoonbaar. U loopt ook mee met het buurtpreventieteam. Hoe lang al, meneer? Vanaf deze zomer. De mensen kunnen zelf aangeven hoe vaak ze willen lopen. Hoe vaak loopt u mee? Als ik tijd heb, loop ik mee. En ik werk onregelmatig, dus het wil ook wel eens dat het niet kan. Ja. Maar zo, ja, ik vind het gewoon gezellig. Ik bedoel, je bent 2 uur of 1,5 uur gewoon lekker in beweging, lekker buiten. Je hoort nog eens wat, je ziet nog eens wat. Ja. En je ziet ook verschil als u een melding heeft gedaan? Ja, de resultaten zijn gelukkig. Anders doe je het voor niks en dat is wel heel vervelend. Frustrerend, denk ik. Nou, blij dat u met zoveel bent om het voor te zetten. Bedankt. Ons huidige team bestaat uit 25 vrijwilligers. Kijk, hier zie je ook heel duidelijk de gang. Verlichting aan het branden, waardoor je een heel goed zicht krijgt. En sommige stukken zijn ook echt heel donker. En dat is dan ook een preventieactie van zet de inbrekers in het licht. Zet de inbrekers in het licht? Ja, dan schrikt dat af, hè? Ja. Dat kan je niet zijn. Kijk, hier zie je tenminste als er iemand staat of als er wat is. Het is goed verlicht. Ja, het had ook een donker gangetje kunnen zijn. En dan geven wij daar wel extra attentie aan. Of we geven ook eens een flyer uit. En samenspraak met de politie. En dat werkt erg goed. En er wordt positief op gereageerd. Dus voor elkaar doen we dat weer.
Zo. Ja. Dat is licht. Onder het mond van de werving. Door ons grote aantal deelnemers is het mogelijk om zelf aan te geven hoe vaak de frequentie wil lopen. Onze vrijwilligers krijgen ook de gelegenheid om trainingen en cursussen te volgen. Zoals bijvoorbeeld het signaleren van concurrent gedrag, een EHBO-cursus. Door de enthousiaste vrijwilligers zijn wij vaker met grote aantallen, waardoor wij twee groepen kunnen maken. Zo hebben wij een nog beter dekkingsgebied in onze wijken.